Ik zou het niet doen, dat is mooi wat. Hatsé! In de koffie. In de koffie. Laura, doe je zender goed. Laura. Straks, Sherry, hoe vervang je batterij? Waar is jouw... Oh, die zit erop. Ah. Mmm, koffie. Wat ga je doen? Decoreren. We zijn van de witte baretten. Straks. Even een rondje doen. Left, right, left, right, left. Haha, goeie grap, Adriaan. Ha, ha, ha. Ja, ik dacht dat ik hier mijn plezier mee kon doen. Mij wel, hoor. Ik hoop dat het morgen mooi weer is. Ja, in die trein. Ja. Oh, sorry. Katten. Mijn koffie! Weg. Zo. Even deppen. Hoe zou je naar de film gekozen zijn? Hoe zou je daar? Nou ja, waarom niet? Waarom wel? Buurman. Volgende keer trakteer ik, hoor. Ja, is goed. Afke, doe nou eens een keer normaal. Weet je wat het kost? Ik zeg niet. Ik wil dat je met respect met ons meubilair omgaat, ja? Ik woon hier ook. Ik zal het even stoppen. Afke, wat ben je aan het doen? Over 20 minuten zijn uur. Decoreren. Ja, klopt. Kort. Mm-hmm. Oh, de melk is op. Hoezo leg je alle clues overal ergens anders? Weet je wel. Hè? Vanmorgen. Speurtocht. Voor Gerard. Heb ik niet gedaan, ja? Gewoon Gerard laten zoeken. Oh, nu? Dat is in de nacht gedaan. Oh, oké. Okay. Door. Wat doet het dicht? Kijk hoe langzaam je kan lopen. Als je echt beweegt. Langzaam. 1,50 meter, 1,80 meter, 1,50 meter, 1,80 meter, 1,80 meter. Ga je plassen? We moeten de hele dag. We moeten de hele dag doorlopen. Wij moeten koffie drinken. Ik denk als jullie 5 uur lopen dat jullie dan niet genomen hebben. Dat zou wel relaxed zijn. Dan weet je ook wie je maten zijn. Nou, dan neem ik nog wel een bakje koffie. Dat is trouwens ook in de andere versie dat ze dat moesten doen. Er werden ze een vraag gesteld. Oké, wees creatief. We moeten even iets leuks bedenken. Ja. Ik wil iets om handen hebben. We kennen... staand overgooien. We kennen... Ja, die sok die lag hier toch ergens? Dat bolletje. Dat bolletje. Ik dacht dat die ergens in de keuken lag. Je mag ook meelopen, hoor. Ja. Oh. Best gezellig. Hey. Jouw eerste buurman. Ik dacht eerst een Black Sabbath. Ga gelukkig 2 hard lopen. Dan ja. Kan ik echt slaan. Half uur. Nee joh, half uur.
Sowieso nog. Hoe lang lopen we? Kwartiertje. Hoeveel uur nog te gaan? We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Koppiekaal! Kontjekaal. Oh, kontjekaal, ja. Koppiekaal was het. Als je met homo's in de gang bent, legt, we zijn er bijna. Happy. Ik dacht net dat ik een vlieg zag. We hoeven natuurlijk geen rondje te lopen. Oh, nee. Even toch even hier. Ja. Of een vliegje pakken. Maar goed, Gerard Chirurg. Ja. Dan hebben we... Nou ja. Want twijfel... Het Aafke gezegd. Een Aafke, en dat is volgens mij ook een meneer, omdat hij het niet is. Een Aafke had hier gezegd. Of ze was omgebouwd. Als je rug ziet dat natuurlijk meteen. Dat heeft hij dat gezegd? Dat is allemaal weer van die bullshit dingen. Hij wil echt zijn geld kruipen. Ja, ja, hij is echt aan het parkeren. Ja. Dus, maar waarom? Heel goed. Pak hem zo meteen. Oh, vlieg. Maar, dus iemand opperen, nou dan is hij zeker geen chirurg. Ik zeg nou, juist daarom is hij chirurg. Want hij heeft het gezegd tegen wie hij het heeft gezegd. Dus, ja, maar, ja, alleen als... Oh, kijk eens. We hebben bezoek. Ah, die meiken. Dat was gezegd. Maar, Joey, ik kan hem gewoon niet voorstellen. Je dekt je microfoon af. Sorry. Hier. Nee. Ik zag hem. Hier ergens. Ja, je moet hem altijd zo stil mogelijk benaderen, maar dat is misschien een beetje lastig op dit moment. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat een man die zich zo gedraagt... En dan zou hij inderdaad echt in België moeten zijn. Ja. Johan. Dan is hij vroeger opgegroeid in Lelystad. En... Jongen. Oh, misschien help ik hem wel. Ik hoef niet meer. Nee, kijken. Met een beetje melk is best lekker. Koffie verkeerd moet ik dan drinken, denk ik. Is ook een... Nou, het is ook koffie verkeerd. Ja, nou... Ja, is het al zoveel melk zit erin? Ja, joh. Koffie verkeerd is een volledige koffie met heel veel melk. Ik vind alleen van die grote sterren, weet je wel, die grote keten. Ja. Is geen koffie, die frappuccino. En dan vind ik het met die cappuccino ervan vind ik wel lekker. Ja. Maar ja, dat is ook met ijs en weet ik het wel. Ja, precies. Maar goed, wat hebben we nog meer? Iemand heeft toch echt een natuurramp overleefd? Of iemand? Het tsunami sowieso. Ja. Oké. En, geld, hoofdprijs, lotto, staatsloterij. Ja. Die motie is ook wel. Nee, zaterdag, een capsule. Ja, enig. Ja, dan kan je inderdaad ook meerdere kanten mee op. Even wat losser hoor. Ik ben op tv. Ik moet je kleren aanhouden. Ja. Verkeer rechts? Hier rechts. Een soort rijles. Als ik niks zeg, gaan we gewoon rechtdoor. Ja. Morgen, dames. Morgen. Ja, ga. Ja. Jullie moeten nog even wachten. Gaan we naar bed gaan, baby? One more time. Willen jullie dat we naar bed gaan of niet? Oh nee hoor, ik vind het wel gezellig. Ik vind het ook wel gezellig. Een klein rondje doen? Ja. Oh, dat is wel een heel klein rondje. Zeg maar, we kunnen wel meepraten. Nou, dat kan nu even niet. Hoezo dan? Mooie jas heb jij, Joe, hè? Ja. Als ik plezier lopen, natuurlijk. Hoi?
Heb je het over ons? Ja. Oh. Heb je het over mijn geheim? Nee. Mijne. Was het maar waar? Nee. Geef eens neer. We hebben het over gespreksonderwerp. Jullie zoeken een gespreksonderwerp? Nee, ik vertel het niet, dan hebben wij een gespreksonderwerp. Moeten we jullie een gespreksonderwerp geven? Ja. De Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Daar heeft mijn vriendin meegelopen. Daar ben ik nog nooit geweest en wil ik ook nooit komen. Punt. Mijn ex heeft er meegelopen. Monique. Nou, beste vriendinnetje. Zijn jullie al zo snel klaar met één gespreksonderwerp? Ja, mijn beste vriendinnetje heeft die vorig jaar gelopen. Met 20 kilo, 40, 50 kilo terug. 50. Mijn ex ook. Ja. Drie turven hoog, maar 20 kilo. Net zo groot als Joanne is. Mijn ex ook. Wat? Ben je lesbisch, Laura? Oh nee, we hebben jouw geheim al. Lesbisch? Ja, lesbisch. Ben ik lesbisch? Lesbisch. Nee, zij is niet lesbisch. Ze is een beetje bi. Oh, kijk te kijken! Ze is een beetje een boef. Komen jullie niet naar bed? Ja, ik zit te wachten te plannen. Ja, hou ik ook. Laura, ja, ben je bi of niet? Een beetje. Aafke wil slapen. Nog niet in ontwikkeling. Mo, Aafke wil slapen. Hè? Hoe, nog niet in ontwikkeling? Je bent nog niet met een vrouw geweest. Nee. De deur moest dicht. Maar je wil wel met een vrouw? Ja. En weet je nog? Jawel. Bijna het goede. Ik moet plassen. Ja, we moeten op het wc wachten en dan komen we. Ja, de wc is denk ik. Nee, zeker nu niet. Maar wat zei je nou? Hier in wording? Wat zei je nou? In ontwikkeling, zei ik. Nee. Blijf maar open, jongen. Je zit toch niet met zo. Nee, even het. Nee, het niet eruit. Kom maar. Zo. Dus de gouden. Even de gat kijken. Nee, gat kijken. Nee. Mag ik gewoon een gat? Doe zo. Dat je hem omhoog duwt. Die van, je kan toch dat ding wel omhoog duwen, schat? Zo. Ja, ik zeg geen nee, maar het legbord anders stellen. Ja, maar nou kan ik dat gaatje niet zien, omdat je... Oh, ik dacht dat het een heel raar gaatje was. Gerard had dat ook gedaan. Die heeft toen een metje. Maar dan komen plantje. Zeker twee mannen voorbij. Dat gebeurt het bij mij s'nachts niet. Ik heb het wel zien. Hé? Ja. Hey. Dat is ja. Jongen, een plas. Maar dan kan je toch ook lopen doen? Ja, rondjes eromheen lopen. Hey, je kan toch zo? Zou het pas op dat jullie in bed zijn? Nee. Blijf gewoon wakker. Ja, hier, ga jij even lekker wakker blijven. Nee. Houd, dat is het niet. Hé, hey, sure. Ja, je bent helemaal op. Nee, zeker. Oké, okay. Blijf je lekker op. Dan zouden ze hem echt wel zijn. Ah. Ik heb hoofdpijn. Weer. Te weinig gedronken. Dat is mijn eigen schuld. Morgen gaan wij een nieuwe start maken samen, Sharon en ik. Samen? Ja, allemaal goede voornemens gaan we zingen. Morgen begint ons nieuwe jaar. Wat dan? Nou, dat zijn we nu aan het bedenken. Nieuwe cyclus. Nee, ja, ook trouwens. Wat slim van hem. Ik door, dus dan ja, oké, jouw nieuwe cyclus gaan we vieren. Slaap lekker. Trusten. Adio. Trusten. Nou, hier kunnen we ook niet praten, dus laten we maar... Oh, moeten we weg? Nee. Wat doe je brutaal? Ja, ik heb er een beetje slecht voorgevoel bij. Waarom heb jij hier nou een slecht voorgevoel bij? Ja. Ik weet het niet dat dit is, maar dit klopt nee, echt maar goed, niet. Omdat, omdat je bang bent voor het onbekende, heb je een slecht voorgevoel bij. Ja. Als we weg moeten, dan moet je echt hoor. Nee, Jongen. Je hondenriem. Het microfoontje hangt er ook. Alle fijn. Ga nou naar bed. Nee, nee, hoeft niet. Ja, mag wel, maar het hoeft niet. Joël, doe je zender goed. Het enige is dat als je... Je kan het wel vragen, maar... Ja, het wel. Een missie waarmee je... Waarmee ze... Waar staat deze nou weer op gericht? Krijg je dan een missie die men dichter bij jou gaat inbrengen?
Ja, of inhoud.